Zo. Mooi. Deze is onderaan. Onderaan zit hij aan zijn grenzen van, nee, niet aan zijn grenzen, aan zijn fabriekstolerantie. Ik heb hem net ingesteld op 78 en daar komt hij onder. Maar we hadden één cilinderwand en ik heb hem behoorlijk uit moeten poetsen met het hoonsteentje. En ik wist niet zeker of dat het zou worden. Dan gaan we naar beneden toe. En daar lig ik al buiten de waarde. Die fabriek is groter. En nou naar het slechtste punt. En dan zit ik er ongeveer 15. Iets minder naast. Op het slechtste punt. En daar komt hij weer. Eens even nadenken. Het is 0,15. Ja, dat is 0,015. Zo is het. 0,015, dat is gewoon even kut. Nee, even kijken. Slijtagegrenzen. Deze had ik al ingesteld op de maximum overmaat die ik mag hebben. En de overmaat staat hier vermeld op, inderdaad, 77,8. Dat is ook zuiger, sorry. Slijtagegrens 78,1. En ik kom op diameter 78,015 uit. En dat zou betekenen dat dat fabrieksafmeting is. 78,1 maxovaliteit, 0,1 mm. Dat bleef ik ook binnen. Even kijken, controle. Ja. Kan allemaal nog net. Het is allemaal net. Dus dat gaan we oplossen met nieuwe zuigerveren. Hier heb je die maten. En ik had hem maar even op hier ingesteld en dan blijf ik binnen. Dan gaan we hem nu even naar 78 zetten. Zo, kijk wat hij nou doet. Zo, dat is de basis 78. Ik heb hier met een check maatvoering 75 de boel al ingesteld. Ja, ik vind het kunst en vliegwerk. Ja, klopt gewoon. Hartstikke mooi. Dat is wat ik met die ene cilinder ook precies meten. 78 rond. En waar ik op uitkom, is daaro. Is 78,015. En dat is niet verkeerd. Dat moet gewoon nog kunnen. En ik hoopte er ook op, omdat ik geen stootrand zag. Een stootrand waar de zuigerveer bovenin steeds tegenaan tikken. Dus dat was even gokken. Passen en meten. Nou, dat lukt dus. Hier, deze motorblok heb nog steeds zwemles. Doe ik niet met één hand. Er komen allerlei dingen al los. Gaat goed. En hier hebben we dus die cilinderwand die zo slecht was, toch nog uit weten te kuisen. En die andere is nog niet gedaan. En daarin zien we geen stootrand. En die stootrand voel ik niet eens. Dus we hadden een goede basis. En daar gokte ik op. Dus we gaan het redden. We gaan het redden met dit motorblok. En nou ga ik deze kant nog even een klein beetje uitkuisen. En kijk, hij is wel glimmend. Maar dat geeft niet. Onderaan was het gewoon nog fabrieksmaat. En die moeten we straks ook schoonmaken. Olie eruit en benden. En deze komt heel langzaam al op gang. Ik zet jullie eventjes. Zo. Goh. Ik heb een zwarte oliepeilstok, pas grijs. Nou, zoiets knapt er gewoon van op, hè. Maar ja, nou lijkt het net of dat ik graag met benzine werk. Nee, niet. Er komt wel steeds meer los.
En we laten hem gewoon even weken. En ondertussen ben ik met het andere motorblok nog even bezig. Hier heb ik ook al de pakkingen eraf gestoken. Aan de kop. Kijk, hier komt de originele lak boven. Kijk. En ik hoop straks dat er zoveel los zit, dat ik met de hoge drukreiniger nog net eventjes extra troep eraf kan spuiten. Ja, gewoon water. En deze cilinderwanden heb ik al gedaan, maar gewoon met water spuiten we het af. En dan laten drogen. Gaat prima. Lagers zijn er allemaal al uit. Dus hier hebben we een basis waar we mee gaan beginnen. Nee, ik spuit de motorblokken niet meer in kleur voor een klant. Alleen voor mezelf nog. Want er is gewoon te veel werk. Zo. Oh, niet laten stuiteren, want dan kan er een barsje in je bak komen. En daar word je niet vrolijk van. Nou, we laten deze gewoon nog even lekker zwemmen zo. Even draperen, nat houden. En de grap is, als het nou weer gaat drogen, trekt het allemaal weer strak en breekt het allemaal los. Daar gok ik een beetje op. Dat helpt. Zo, laten we het even zitten. Bah, vies benen. Ga ik weer even verder met het andere blok achterin daar zo. Die, waarvan we de cilinderwand net gemeten hebben. Die kan dus, gelukkig wel. Die gaan we nog even verder uitkuisen. Bedankt voor het kijken. Tot later. Doei doei.